Oké, komt ie. Ah, spaar me. Hallo dames en heren, super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol, dit is Bram, dit is Day, dit is Bart, dit is Sonny en dat is Don. En Quindy is als het goed is even aan het kakken of zo. In ieder geval, we zijn heerlijk voetbal aan het kijken. Maar ongeveer een uurtje geleden, misschien ietsjes langer, toen was het er heel anders aan toegegaan. Want er waren nog een paar mensen aan het slapen. Dom die had heel veel geluk dat hij wakker was. Dus die heeft het even lekker vanaf de zijlijn bekeken. Maar Bram, die was wel even weer de lul. En Rob ook, maar die is ondertussen naar huis. Maar ik zou zeggen, geniet maar even van dit momentje. En wel goed kijken, hè? Dus sst, even stil zijn. Sst, even sst. Griezmann, die maakt echt in binnen 5 minuten 2 goals. Wow, en Bram. Wat een timing. Bram is wel een echte supporter, want hij kijkt in zijn voetbalschoenen, kijkt hij voetbal. In ieder geval, Frankrijk, Ierland is aan het spelen. Ja, en jullie weten waarschijnlijk de uitslag al. Maar goed, hier is het echt. Oh, sorry Bram, dat had ik ook wel willen doen. Maar tof van je, dankjewel. Maar goed, dit is echt heel erg spannend voor ons. Voor ons. Wauw, echt een mooi goal. Griezmann, wat een held is dat nu in één keer voor de Fransmannen. Oh, knijters. Maar het is echt super gezellig. Deetje, die heeft allemaal lekkere hapjes gehad met Sonny bij de winkel net. Ik heb nog even snel tussendoor een Minecraft video opgenomen. En ik zal de rest van de dag zal ik niks meer mee doen, want dit was al de tweede keer vandaag. Ja, ik moet je nog terugpakken. Ik weet alleen gewoon niet wat ik moet doen. Want schrikken, dat is al zo vaak gebeurd. Ja, weet je wat het bizar is? Ik ben zo vaak mensen ja, aan het laten schrikken, zeg maar. Niemand pakt je terug. Niemand pakt me terug. Maar dat kan ook niet, want jij hebt altijd de kamer. Ja, dat is waar. Jij moet hem gewoon neerleggen op tafel. Nee, tuurlijk niet. Deze camera zit altijd in mijn zak. Ik lijk hem zo vaak schrikken, maar het staat bijna nooit op camera. Nee, eigenlijk moet je ook je camera geven. Ja, gewoon de schrikken. De schrikken. Ja, yes, yes, ja, het is wel gelukt. Hij is slim, je hebt het echt slim gedaan. Het was Don zijn idee, hè? Het was Don zijn idee. Je hebt slim gedaan. Hey, we hebben pizza. Hey, lekker hoor. We hebben zoveel voetbal gekeken, we dachten, weet je wat, wij gaan ook even, boom. Oh, dat... Maar goed dat ik niet die kant op filmde. Maar goed, we gaan ook eventjes voetballen. Deetje is zo gezellig bij. Yeah, we zijn met superveel lui. Dus weet je wat ik ga doen? Ik ga 1 statief met camera bij de corner neerzetten. Eentje hier neerzetten. En dan ben ik heel erg benieuwd of deze gasten... Oh! Oh, ik had hem op beeld! Ik had hem op beeld! Die was sick op de kruising. Je raakt gewoon de paal en de lat. Ja, jongens, hou de rest maar op. De jongen met blote bas, die heeft... Oh, jammer Bartje, jammer. En hij heeft me uitgedaagd voor een crossbar challenge. Maar die gaan we gewoon straks met z'n allen opnemen, dus dat is super gezellig. Oké, we gaan beginnen. Wat nu? Ik heb zelf gescoord!
half uur. Dat moet pijn doen. Rika. Oh, wat? Hoe is het mogelijk? Het is een onwaal. Wat is er gebeurd? Ik schoot er vol op. Zo, Quinn die schoot daar wel een hele mooie bal, maar hij was precies op de camera. En moet je kijken, die hele lens is krom. Gaat hij aan? Hij is aan. Nee joh, dat meen je niet. Daar is hij. Oh, kijk hier. Oh. Schrijven naar geheugenkaart niet voltooid. Gegevens herstellen, enter. Schakel uit en in. Ja, dat is altijd als hij gecrashed is, moet hij even uit en aan. Maar hij gaat niet meer in. Nee, want hij is te scheef. Oh, buigen me recht. Ai. En ik neem serieus nu op met de camera van Don. En serieus, ik heb 3 camera's, maar ze zijn alle 3 kapot. 1 is in het water gevallen, de andere is op de grond gevallen en deze is een bal opgeschoten. Dus ik heb helemaal geen camera meer. Ai. Misschien als we hem nu op deze kant laten vallen. Oké, dat is echt domst wat ik heb gehoord. D, wat vind jij ervan? Ik denk dat we het op moeten geven. Ja, we moeten het opgeven. Hij krijgt weer een schakel uit en in. Ja. Maar hij kan niet uit en in schakelen. Hij is kapot. Dan gaat hij niet in en uit. En daarnaast wil ik nog eventjes iets zeggen. Iedereen die zei, ja, ik kan voetballen om als dit en dat. Ik geef echt de mooiste voorzetten, maar het viel echt enorm tegen. Ai. We doen nu een spelletje en dat heet 16e. En dat betekent dat 1 iemand begint op het doel. Iedereen die heeft 10 punten, behalve degene die op doel staat. Die heeft op het begin 13, 12, hangt er vanaf hoeveel punten die op doel wil. En als iemand scoort bij de keeper, dan heeft diegene die op doel staat een punt eraf. Zo niet, als je mist dus, moet je zelf op doel. Zo moet je de hele tijd afwisselen. Dus alleen maar actie. Don heeft nog 2 punten en we gaan hem nu afmaken. Oh!
is echt niet te geloven. We hebben zojuist een crossbar challenge gedaan voor mijn kanaal. En die is super episch geworden. Linkje in de beschrijving. En geniet nog even van het spelletje 16 wat we gaan doen met Bram, Quinn, Bart en Don. Shoutout naar Don trouwens, want ik mag filmen met zijn camera. Die van mij is dus echt gewoon total los. En Quinn die begint en geniet ervan. Blauw, komt ie. Oei. Met Don is het dus allemaal goed gekomen, maar voor de derde keer helaas niet met mijn camera. Maar goed, daar ga ik weer wat voor verzinnen. Morgen gewoon een nieuwe vlog om 4 uur. De outro doe ik maar dus even op deze manier. Ontzettend bedankt voor het kijken. Vergeet niet een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En hopelijk check ik jullie allemaal morgen bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette, peace!